Goedemiddag is het voor mij. We gaan de lippenstiften doen en dat is dan deel 3 volgens mij. Maar dit is Catrice in Essence. Even een slokje cola. Oh. Dit is niet alles hè. Ik heb hier omheen ook nog liggen. Maar het is een beetje gegroepeerd. Zodat we een beetje soort bij soort hebben, zeg maar. Kijken of ik jullie nog een beetje zo. Het is voor mijn handen. Want anders dan. Ik ga een beetje ruimte maken, jongens, voor mijn handen. Anders kan ik het jullie niet laten zien. En dat zou jammer zijn. Want daar zijn we hier immers voor. Oké. Laten we beginnen met Essence. Want dat is het minste wat ik heb. Ik heb de What the Fake Lip Plumping Gloss. Die heeft geen kleur. Het is een What the Fake Plumping Lip Filler staat er. Die gaan we houden. Ik ga denk ik wel wat dingen wegdoen ook vandaag. Ik weet het nog niet zeker. Dan heb ik Essence 8 Hour Matte Liquid Lipstick. Waarom staan die kleuren hier niet bij? Dit is de 1 na lichtste. Comfortable en lip kissproof. Nou, dit is de 1 na lichtste. Dit is de nieuwe formule. En dit, ik vind dit een hele fijne liquid lipstick. Dus die blijft. Dit is de Tinted Hydrating Lip Tint. Deze is van de vorige Essence Update. Ja, die heb ik bijna niet gebruikt. Die moet ik nog wel even gaan gebruiken voordat ik hem weg wil doen. Dan heb ik 2 van de Caring Shine Vegan Collagen Lipsticks. Dit is de kleur 203 My Advice. En dit is de kleur 202 My Mind. Deze. Dan heb ik er van Essence nog 2 Hydrating Nude Lipsticks. En dan beginnen we met deze. Ik heb deze in 302... Wat staat daar? Even kijken of ik het zo kan lezen. My Heavenly. Heavenly staat er. En deze is Romantic. Die is iets neutraler qua kleur. Goed, om dan toch maar in de nude variant te blijven, heb ik van Catrice. Dit was wat ik van Essence heb hoor. Van Essence heb ik echt niet heel veel. Dit zijn de Catrice Full Satin Nude Lippenstiften. En dit is de kleur 010. Dat zijn die bruine. Dit is 010. Dan heb ik 020. Dat is deze. Dan
dan heb ik 0,30. Dat is deze. Dan heb ik 0,40. Die gaat in mijn twijfeldoos. En ik heb 0,50. Ja, die vind ik wel heel mooi. Deze vind ik iets te oranje, denk ik. Maar ja, goed. Voor het geval van ik heb ze verzameld, hou ik ze alle vijf. Dan heb ik één lipstick van de Vegan Collagen Matte. Dat is de kleur 010. En ik heb er twee van de Scandalous Matte. Dat is volgens mij, die bij de vorige of degene daarvoor gekomen. Dat zijn echt hele mooie lipstift. Dit is 010. Nee, dit is 0,20. En dan heb ik 0,30. Dat is deze. Dan heb ik er... Ja, hier gaat weinig van weg, denk ik. Van de Full Satin Line. Dit is 0,10. Deze hebben een glimmendere case. Hè? Die andere hadden een matte. Deze is te roze voor mij. Die gaat weg. Dat weet ik zo al. Dat ga ik niet dragen. En dan heb ik 0,40. Ja, dat vind ik wel mooi. Die roze die gaat daar in mijn... Ik doe het wegdoos. Dan heb ik een heleboel van de Demi Matte lijn. Doe ik ze even snel op volgorde. Daar heb ik dubbele van, zie ik. Nou, dit is de kleur 010. En dan vallen ze allemaal weer om. Gezellig. Ja, die blijft. Dan heb ik deze. En dat ziet er ook uit als 010. 020, denk ik. Nee, dat is dezelfde kleur. Die gaat weg. Dan heb ik twee keer 0,40. Ja, die blijft ook, maar die heb ik dus dubbel. Dus daar gaat er ook één van weg. Dan heb ik de kleur... 70. Ja, is een beetje rooierig. Dan heb ik de kleur 100. Ja, geweldig. En ik heb de kleur 110. Ja, dat is een rode. Dan lijkt die wat paarsiger, zie je dat? Nou, oké. Okay. Dan heb ik van Catrice de Shine Bonds. Dat zijn die met die paarse gradient erin. Ik heb hier de kleur 020. Ja, heel mooi. En ik heb de kleur 0,30.
Die is wat roziger. Dan heb ik van de Clean ID Line. Daarvan heb ik er 5. Dan moet ik even kijken wat het verschil is. Ik heb een Satin Line 020, 030. En ik heb een Shiny Line 10, 30. En dit is ook shiny. We beginnen met de Satin Line. Dit is de Satin Line. Het verschil is dat deze heeft meer wit in de verpakking. Dat is het enige wat ik zie. En dit is de kleur Satin Perfectly Nude 020. Nou, of die Perfectly Nude is, kunnen we over discussiëren. Ik heb de kleur Nude Blush 030. En dan van de Satin Line heb ik de kleur, dat is de Shiny Line. Dat andere was de Satin Line, dit is de Shiny. Dit is True Color 10, de kleur 010. Dat is een hele bruine kleur. Ja, prachtig. Ik moet die echt gewoon vaker gaan pakken. Dan heb ik van de Shiny Line Make It Nuder 030. Ja. Oh, die is goed. Die is goed, zeg. Jeetje. Oké, nou, ik ben dol op lippenstiften, maar ik gebruik het gewoon niet. Ik weet dat ik deze ooit dubbel had en aan mijn vriendin heb gegeven. Dit is Nude Beach. Ja, 040. Even over de tato heen, maar dat geeft niet. Het is gewoon een hele mooie berry kleur. En om in het karton te blijven, hebben we de Powerful 5 Lip Care. Hyaluron, watermeloen, goji berry, komkommer en ginger root. Dit is de kleur 010 Charming Rose. Ja, misschien moet ik even zo schoonmaken. Ja, het is gewoon een heel mooi licht kleurtje. Dit zou ik gewoon gebruiken als een soort lip care. Dit is de kleur 020 Sparkling Guave. Dan heb ik de kleur 040 Addicting Kisses. Hele mooie zachte berrytoon. En ik heb de kleur 050 Romantic Nude. Je ziet ook een beetje aan de... Ja, kijk nou, hier hou ik van. Ga ik even mijn arm schoonmaken en ben ik zo terug. Wacht even. Goed, dat werkt dus niet, want ik had gewoon een droog papiertje mee. Oké, nou. Dit is de Liquid Lip Balm. Ook van die Powerful 5 collectie. We gaan gewoon verder. Ja, dit is heel licht roze, maar dit zal bij mij gewoon een nude zijn. Ook van die Powerful 5 collectie. Dit zijn deze niet. Heb ik 2 liquid lip balm. Is de andere ook een liquid lip balm?
Ja, daar heb ik er nog twee van. Bij die andere stond de kleur er niet meer op. Oh, hier zo. Dit was 020 Party Peach. Dit is 040 Raspberry Cream. Het is alleen, ik heb dat heel vaak met die van Catrice, dat de deksels niet meer goed passen. Deze is heel mooi. Oh, oh. Kijk, als je hem dan draait, dan draait hij zo voor de helft. En dan kan ik hem wel zo doen, maar ik weet niet of hij zo dicht is. Dus dan, snap je wat ik bedoel? Nou, een beetje, dat is een beetje onhandig. En dit is 060 Fresh Acai Berry. Steek het er steeds naast. Die blijven allemaal. Van die Powerful 5 heb ik ook 3 lipolies. Dit is 010 Frosted Sugar. Die is ook gewoon clear, denk ik. Ik ga in principe niet echt mee in de oliehype, hoor. Maar deze heb ik echt wel... Deze zijn niet heel nieuw, zeg maar, van Catrice. Dan heb ik... er één zonder kleurvermelding. Nou. Een hele lichte roze. Op mijn arm zie ik een heel klein kleurverschilletje. Maar in het echt valt dat reuze mee, hoor. Die gaat gewoon als een soort clear op je lippen. En dit is 040 Raspberry Glow. Die heeft echt wel een beetje kleur. Maar hoe erg dat op je lippen terugkomt, weet ik eigenlijk niet. Dan heb ik een Better Than Fake Lips Volume Gloss. Waarom staan die kleuren er niet op? Nou, in een beetje paarsig iets. Deze. Ja, ik weet het niet. Waarom staan die kleuren er niet op? Ja, dat weet ik niet. Dit is een van de Catrice line van de Clean ID. Een Plumping Care Lip Oil. Nou, die is gewoon doorzichtig. Dus die hoef ik niet te swatchen, toch? Dat snappen we allemaal wel. Dan heb ik van de Clean ID line ook nog de Hydra Volume Lip Plumper. En dit is 020 Volume Nude. Nou, dit zal ook gewoon zo goed als niet zichtbaar zijn. Ja. Deze. Dit is dezelfde. Dit is 020 Beige Dahlia. Ja, het is ook gewoon clear, hoor. Dat heeft helemaal geen kleur. Ik zit net te bedenken dat ik van die... Essence ook nog die Shine Lip Gloss heb. Maar niet hier nu. Dit is de kleur 010 Hydro Chic. Ja... Dit gaat allemaal zo goed als clear op. En
En dan heb ik de kleur 030 Plum Pink. Nou, die heeft een heel klein kleurtje. Ja, heel klein kleurtje. Niet echt dat je denkt, woehoe. Die klosjes kan ik makkelijker wegvegen. Maar nu wordt het echt één grote. De laatste echte lipgloss die ik heb is deze Marbleicious van Catrice. Liquid Lip Balm. Sorry voor de boer als je hem gehoord hebt. Dit is 30 Don't Be Shaky. En dit is van de nieuwe update van een aantal weken geleden. En deze geeft een heel klein bruin tintje. Meer op hier, zo kan je het beter zien. Dan heb ik van de Pro Ink Matte Collectie. Heb ik er vier. Dit is 050 My Life My Decision. Oké, en die vind ik te paars. Ik steek het iedere keer ernaast. Die ga ik wegdoen. Dan heb ik 010 Trust in Me. Ja, dat is oké. Dan heb ik 100 Courage Code. Dat is een hele donkere berry. Gaat op de misschien stapel. En ik heb de laatste, dat is 160 Win Every Day. En deze komt uit de allerlaatste Catrice update. Dan heb ik... Dit is de Generation Plump and Shine Lip Gloss. In de kleur 070 Nude Sapphire. En hier heb ik er maar één van. Oh, maar dit is wel een heel leuk glossje. Dan heb ik een aantal van die Volumizing Lip Boosters. En dan moet ik even eerlijk zeggen dat ik er boven nog een heb. De blauwe variant. Dat is de gewone plumper, zeg maar. Maar die staat in mijn skincare bakje. Dus die heb ik vergeten mee te nemen. Dit is 120... Koffiebad. Dit is gewoon een... Dit is, ja... So what if I'm crazy? Maar dit is gewoon een doorzichtige. Zo ziet het er niet meer uit, maar het is het wel. Dit is The Power of Nude. Ja, dit is een hele mooie nude. En dan heb ik een rode, dus 110 Move in the Berry. Ja, leuk.
dan heb ik 3 van deze. Dit zijn de Prisma Chrome lipstift. Dit is 0,20. Die vind ik wel oké. Dan heb ik de kleur 100. Ja. En dan heb ik de kleur 010. Dat is meer een topperachtig iets. Ik vind ze wel leuk. Ik hou ze. Van het kartonnen gebeuren heb ik nog deze. Dit is de Limited Edition Secret Garden Matte Lipstick. En dit is C01 Hidden Kiss. Ja, dit is de enige die ik van die collectie heb. Maar niet dat je van iedere collectie wat moet hebben, want ik zie mezelf dit niet dragen. Wat heb ik nog meer? Dit is de Catrice Limited Edition Sparkle Satin Lipstick. Oh mijn god, dit is echt... Nee. Nee, ik hou van rood wel, maar dat gaat me echt te ver. Dit is een glowy... hoe heet dit? Lip Glow Glamorizer. Veel te roze. Die gooi ik ernaast. Dan heb ik 2 van die Plumping Lip Balms. Drunken Diamonds heten ze. En dit is de kleur 020. En deze hoort bij de nieuwe update. Dat is de kleur 040. Heel mooi. Ik doe die 020 weg. Dan heb ik... Oh, het valt om. 3 van die... hoe heet dit? Blauw Plumping Gel Lipsticks. Ik heb 010. Die hou ik, want dat vind ik een mooie kleur. Dan heb ik 020. En dan heb ik 030. Ja. En daar heb ik ook nog de Volumizing Lip Balm in de kleur... 040 Graceful Lips. Dat is met zo'n oranje dekseltje. Dat is een hele mooie peachy kleur. Nou, we komen tot het einde. We zijn al half uur bezig. Ik heb van Catrice 2 keer de Velvet Matte Lip Cream. Dit is 010 Mild Mid Nude Season. Die doe ik even op mijn hand hier. Ja. En dan heb ik 110 Oriental Desert. En een beetje daarop voortbordurend zijn dit de
Plump It Up Lip Boosters. Die heb ik in 040 Real Talk. Dit zijn hele grote applicatoren. Dit is te roze. Oh. En 040 Prove Me Wrong. Ja, die vind ik heel mooi. Het is een beetje mauve. Ja. Die blijft. Nou, ik heb toch wel wat dingen weggedaan. Oké, dan heb ik... deze is van Catrice van een limited edition line. The Beautiful You. Plumping Lip Gloss. Maar die is, zoals je ziet, oranje. Met glitters. Moet ik hem swatchen? Maar ik... Nee, dankjewel. En ik hou van oranje, want ik ben een echte Hollandse. Nederlandse. Ik hou van oranje, maar niet op mijn lippen. Dan heb ik twee van deze Intense Matte Lip Pennen. Dit is 010 Cinnamon Spice. Die blijft, want die vind ik echt heel mooi. En dit is 060 Mocha Me Happy. Maar die vind ik heel mooi dan zeg maar als lip liner. Dus ze blijven allebei. Dan heb ik de Catrice Mad Lover Lipstick Pen. In de kleur 070 Unexpected Mauve. Dan heb ik van een aantal updates geleden de... Ultimate Stay Waterfresh Lip Tint. Ja, dat doet gewoon niet zoveel voor me. Dus die gaat ook weg. En dan heb ik deze. Dit is de Shine Appeal. Fluid Lipstick Intense. Deze heb ik ooit bij Cosmetics for Less gekocht. Heel mooi. Dus deze hou ik ook. Dit waren de Essence & Catrice lippenstiften. Dan doen we volgende week de high-end en dan doen we daarna miscellaneous. Ik heb nog wat van NYX, ik heb nog wat van Elf, ik heb nog wat kleine beetjes. Dat zijn niet zoveel als ik van Catrice heb. Van Catrice heb ik echt veruit het meeste. Sorry, slokje. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En dan zie ik jullie graag bij de volgende video. En dan doen we de high-end lipstiften. Dankjewel, doei!